ben je eigenlijk meestal geboren. En als je merkt dat je andere dingen ziet en voelt dan je klasgenootjes of je ouders, dan ga je natuurlijk afvragen, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Robert van den Broek is 18 en hij is nu blij met zijn gaven. Maar ja, dat heeft wel even geduurd, hè Robert? Want begon het bij jou, net als bij die andere twee mevrouwen, dat het ook met lichtflitsen en dat soort dingen? Of? Nou, het begon, dan moet ik heel ver teruggaan. Het begon op mijn derde levensjaar als kind. Dat herinner ik me nog. Heel veel mensen zullen verbazen van, ja, hoe herinner je dat nog? Maar ik herinner me dat ik, toen ik 3 jaar was, dan brachten mijn ouders mij naar bed. En ja, dan zou ik eigenlijk moeten gaan slapen. En dan zag ik door de muur zwartige gedaantes naar me toe komen. Gestaltes, donkere gestaltes. En wat waren dat dan voor? Voor mijn gevoel waren dat, ja, nou, achteraf zielen. Ik was toen heel, heel bang. Ik gilde dan ook, ik riep mijn ouders. En die zeiden dan van, ja goed, je hebt waarschijnlijk een schaduw gezien. Maar dat bleek snelderhand niet zo te zijn. Dus eigenlijk had je hetzelfde als zij, dat je ouders zeiden van, hè, je hebt gewoon even slecht gedroomd of het ging even niet goed of wat ook. En dat zij hebben precies dezelfde ervaring, dat ze wisten van, ik heb niet gedroomd. Ja, ik wist het wel zeker, want ik was gewoon nog wakker. En spontaan gebeurde dat dan, dat ik echt gestaltes zo aan mijn bed zag. En op dat moment beangstigde me dat, want er waren mensen in mijn kamer. En mijn ouders, die wisten ook niet goed wat ze er toen mee moesten. Nee, en dat zijn een van de eerste ervaringen die ik heb gehad. En hoe ging dat dan later verder? Ook met dat je mensen dood zag gaan? Of was het bij jou heel anders? Nee, bij mij was het anders. Ik heb wel op een gegeven moment dat ik heel sterk dingen aanvoelde bij mensen. Dat ik heel gevoelig voor sfeertjes ben. Dat hebben de meeste mensen goed, die zullen het hier ook wel herkennen. Maar ik had heel erg dat ik dingen zo sterk aanvoelde, dat ik soms ook de pijnen van een ander voelde. Dat ik voelde gewoon van, die zit niet lekker in zijn vel. Of die heeft daar of daar last van. Maar ging het dan bijvoorbeeld zover dat als je iemand zag, dat je dan, en je gaf hem een hand, of misschien zelfs niet, dat je dan bijvoorbeeld merkt van, die heeft last van zijn maag of zo. Ja, ik noem maar. Ja? Ja, zover. Ja, zover, ja. Het is en dan zat je ook altijd goed? Ja, zover ik weet. En jouw wel, ouders zijn misschien vrij nuchtere mensen. En die dachten, wat is er met ons kind aan de hand? Hoe reageerden jullie daarop toen hij jullie dat soort dingen vertelde? Ja, wij vonden dat uiteraard heel erg vreemd. Wij konden dat niet plaatsen. Robert, die vertoonde toch wel afwijkend gedrag, zoals we dat noemden, ten opzichte van de ontwikkeling van andere kinderen die doorsnee waren. En we zijn dus ook met Robert van zeg maar klassiek loket, van loket naar loket gegaan in de hulpverlening. Ja, omdat hij toch allerlei verschijnselen had, waar wij als ouders natuurlijk ook geen raad mee wisten. Ja. Wij waren hartstikke nuchter. Wij hadden nog nooit van deze materie gehoord. Nee. Dus ik kan me dat best voorstellen. En hoe is dat toen gegaan, Robert? Want je bent op een gegeven moment zelfs in een inrichting terechtgekomen. Ja. En begrepen ze er daar iets van of ook helemaal niet? Het is op een gegeven moment zo ver gekomen dat ik thuis, ik was toen, even kijken, een jaar of 12, dat ik dingen begon te zien zo sterk bij mensen, dat ik daar een beetje de kluts van kwijt ben geraakt. En dat kun je daar een voorbeeld van noemen? Nou, ik begon ook heel veel spanningen bij mensen te voelen, angsten te voelen. Daardoor, omdat ik ook dingen zag en voelde bij andere mensen, werd ik zelf ook heel, heel bang en ook heel eenzaam eigenlijk, omdat ik bij mensen bijvoorbeeld zag dat ze ergens last van hadden, of mensen die zelf niet lekker in de vel zaten, dat zag ik dan. Ik kreeg soms ook beelden met mensen dat ik soms ook zag bijvoorbeeld waar iemand pijn had. Dat ik heb één keer gehad dat ik iemand zag en dat ik een soort gat in de buik zag zitten. Dat klinkt heel raar, maar dat ik daar iets zag. En die persoon die heeft dus naderhand een blinde darmontsteking gekregen. En dat soort dingen zag ik. En dat is eigenlijk heel veel gebeurd daarna. En daar ben ik eigenlijk helemaal door dichtgeklapt. Omdat ik ook zoveel zag en voelde dan anderen. En ja, dat ook ontkent weer in de omgeving. Ik kwam toen op een gegeven moment bij de Klokkenberg. Dat is een instituut bij ons in de buurt. Die hebben allemaal onderzoekjes gedaan. Speltherapie kreeg ik. Ik kreeg eigenlijk van alles en nog wat. En toen op een gegeven moment kreeg mijn ouders ook door van, ja, uw kind heeft toch een vorm van psychose. En
Hij zal waarschijnlijk niet meer thuis kunnen wonen en hij moet naar een psychiatrische instelling. En toen is het heel snel gegaan. Toen ben ik met mijn ouders nog op vakantie geweest naar Oostenrijk. Daar kon ik gewoon helemaal niet meer van genieten. Ik wist gewoon dat het... ik voelde het ook aankomen dat ik opgenomen moest worden. En na die vakantie ben ik inderdaad opgenomen in een inrichting. Ja. Dat is allemaal, dat moet ongelooflijk emotioneel zijn geweest. Ja, dat was het ook. Daar hebben wij met ons gezin ontzettend veel verdriet van gehad. We wisten echt niet wat er mis was. We dachten, alle ziektebeelden, alle doembeelden die de klassieke geneeskunst er maar op af kon geven, die zijn afgegeven. En wij zagen dat wij onze zoon aan het verliezen waren. Hij is een jaar in observatie geweest. Toeval, daar hebben we het vaak over, achteraf met elkaar, hebben we toch een aantal mensen ontmoet. Zelfs daar in die instelling heeft Robert iemand ontmoet die aangaf na veel gesprekken met hem: ja, Robert, maar er is met jou niets aan de hand. Ik denk dat er met jou iets anders aan de hand is. En die mevrouw voelde zijn paranormale begaafdheid, zoals dat in de volksmond genoemd wordt, erg goed aan. Het heeft die mevrouw haar baan gekost, want die verstoorde natuurlijk het klassieke hulpverleningsbeeld. Jullie hebben meer kinderen? Hoeveel kinderen hebben jullie? We hebben nog twee dochters, die zitten hier. Ja. En dan denk ik dat je als ouders op een gegeven moment toch helemaal wanhopig bent als zoiets gebeurt. Ja, het was ook heel, heel erg moeilijk. We zeggen vaak, dit is echt de moeilijkste periode die wij in ons leven meegemaakt hebben. Dat Robert toen opgenomen is geweest. En ja, we zijn heel erg blij dat we toen uiteindelijk bij die psycholoog terechtgekomen zijn, die daar begrip voor had en die er open voor stond. En ja, die ons kon vertellen wat er met Robert aan de hand was. Want wij waren altijd afgegaan van het advies van de deskundige, wat wij de deskundige vonden. En waarvan achteraf bleek dat het eigenlijk steeds meer de verkeerde kant uit ging met Robert. Omdat de gewone medische wetenschap, laat maar zeggen, paranormale gaven gewoon niet erkent of herkent. Ja. En hij zelf daar ook eigenlijk heel weinig van wist. Ja, want en dit is nog niet alles van Robert. Want we hebben nu alleen nog maar een paar kleine voorbeelden gehoord van wat hij met mensen meemaakte. Maar we gaan zo horen wat er ook allemaal in en om jullie huis gebeurde. Ja. Nou, ik heb daar foto's van gezien. Dat geloof je gewoonweg niet. En dan denk je, ja, dit is eigenlijk niet normaal. Maar daar ga ik u dadelijk, en Robert natuurlijk, Robert, alles over vertellen. Tot zo. We hebben nou gehoord dat jij dus dingen bij mensen zag en dat er zielen bij je op bezoek kwamen. Maar er zijn echt waanzinnige dingen bij jouw huis gebeurd. Hè? Vertel daar eens iets van. Nou, ik ben op een gegeven moment uit de inrichting gekomen. Ik zal het niet te lang maken. Het is mijn ouders hebben er al wat het een en ander over verteld. Dat is een hele rot tijd voor mij geweest. En toen is het tot mijn 15e jaar rustiger gebleven. En toen kwamen er dingen rondom mij. Ik werd naar het poldergebied toegetrokken bij ons in de buurt. Op de fiets moest ik gaan fietsen, voor mijn gevoel. Ik werd er met een enorm blij gevoel. Een gevoel dat je wel eens kunt hebben als kind voor een verjaardag of zo. Een heel blij gevoel. En dat kreeg ik toen. En toen ben ik naar de polder gefietst. En toen keek ik naar links. En toen werd mijn aandacht naar rechts getrokken. En toen zag ik op 15 meter hoogte een wit-blauw lichtbolletje hangen. Echt, waarvan ik denk, dit is wel heel bijzonder. Dat zijn brandplekken die er op jullie huis zijn gekomen. En vertel, hoe ging dat? Nou, het begon met lichtverschijnselen die mijn zusje begon te zien rondom ons huis. En toen even later ben ik het ook gaan zien. Dat ik dus lichtbolletjes door de tuin heen zag schieten. De grootte van een voetbal, energiebollen. En toen op een gegeven moment ontdekten we dat er bij de kozijnen schroeiplekjes zaten. Dus dan gingen we kijken en inderdaad, verrek, op verschillende kozijnen zaten schroeiplekjes. En die waren door die lichtbollen aangebracht, denken jullie? Ja, dat gevoel heb ik zelf heel sterk. Ja. En ook een paar keer dat dus een lichtbol recht voor de ramen heeft gehangen bij ons. Dat ik het heb gezien, dat ik mijn deur opendeed, de badkamer uitkwam. En dat ik het toen ineens een lichtbol... Maar wat denk je dan dat dat is? Nou, voor mijn gevoel, ik ben nog niet zo diep ingegaan eigenlijk op de graancirkelervaringen die ik heb gehad. Want op een gegeven moment kreeg ik ervaringen met graancirkels, dat ik ze dus ook heb zien ontstaan. Ik heb één
graancirkel zien ontstaan. Dat durf ik met twee vingers rond lieve heer te zweren. Maar en wat was dat dan volgens jou? Voor mijn gevoel een energiebol. Een energiebol uit een andere dimensie. Een wezen, zeg maar. Een bewustzijnsvorm. Ja, jouw zusje is hier. In het begin, wat dacht jij toen van je broer? Ja, ik vond het allemaal heel vreemd en ik heb er bewust afstand van gehouden. Omdat ik het best wel eng vond. En ja, het onbekende vond ik juist zo eng. En toen op een gegeven moment ook, toen voelde hij dat er weer wat ging komen. En het was nogal laat s'avonds. En ik had zoiets, ja, kom maar naar binnen, want we waren maar alleen thuis. En ik doe de gordijnen open. En het leek net of heel de erker in brand stond. Heel fel licht en allemaal overal lichtbolletjes door de tuin heen. En van die horizontale strepen over de erker. En toen daarna zijn ook de schroeivlekken gekomen. En toen had ik echt zoiets van, nou, het is echt wat hij zegt. En het was net alsof het een soort bewijs voor mij was. Zo van, ja, er is meer. Ja. En toen ben ik me eigenlijk meer open voor gaan stellen. Maar, wat moet je nou met dit soort ervaringen, denk jij? Ja, ik denk dat iedereen het op zich een plekje moet geven. Ik weet dat het, ook via Robert, dat het alleen maar heel positief is. En dat het energie is waardoor Robert ook andere mensen mee kan gaan helpen. Maar ik vind het zelf nog heel moeilijk om het te begrijpen. Ik weet dat er meer is, maar... Het lijkt me lastig om zo'n broer te hebben. Want Robert, je krijgt natuurlijk toch wel de neiging om... Hè, het makkelijkste is namelijk om tegen jou te zeggen... Ah jongens, ga je uit, je droomde, het bestaat allemaal niet. Ja. Als je dat namelijk zegt, dan hoef je ook nergens over na te denken. Nee, precies. Ja. En dan is het klaar, hè? Ja, en dat is vaak ook wel de reactie van het grotere publiek. Zo van, nou ja, goed, het gaat er veel makkelijker in... dat ik de cirkel zelf maak of zo. Ja. Daar slaap je toch veel rustiger van. Ja, dan hoef je ook niet te denken dat er misschien iets is wat wij niet kunnen verklaren. Nee, maar het is iets heel positiefs. Voor mijn gevoel zijn het ook tekenen van deze tijd, tekenen aan de aarde. Dat is zeg maar een bewijsstukje voor mensen, een warm, liefdevol bewijsstuk van we zijn niet alleen. Hebben jullie ook paranormale familieleden? Nee, wij zijn zo nuchter als het maar zijn kan. In onze familie komt dat niet voor. Volstrekt onbekend bij ons. Ja. Dus daarom was het misschien ook extra moeilijk om het allemaal te begrijpen. Het was voor ons heel moeilijk te begrijpen. We wisten echt niet wat er aan de hand was. En dat is pas de laatste jaren, vanaf dat Robert 13, 14 jaar was... zijn we stukje bij stukje wat meer daarover gaan leren kennen. Met name ook door de dingen die er gebeuren in onze omgeving. Dat zijn gewoon feitelijk. Bent u zich niet het apenzuur geschrokken toen u al die brandplekken op uw huis vond? Ja, sterker nog, ik was het huis aan het schilderen... dus dat was tegen de klippen op werk, bij wijze van spreken. Maar wij waren zelfs een beetje boos erover. Wij waren s'avonds, mijn vrouw en ik, weg. En wij kwamen s'avonds thuis, toen was de eerste brandsituatie ontstaan. En dan kom je s'avonds om 1 uur thuis... en Robert en Manolon, onze jongste dochter... Ja, die waren toch eigenlijk best heel erg geschrokken. En dan ben je heel erg boos, want dan denk je, ja, waar houdt dit op? Wat is dit? En dat is daarna toch nog wel een keer of 4, 5 opnieuw gebeurd. Dat er op het dakvenster en op andere kozijnen echt diepe brand- en schroeivlekken aanwezig waren. Schuwelijk, hè? Het lijkt mij toch ook wel eng dat je met dingen moet leven die je totaal niet kan verklaren. Wij zijn zo gewend om alles Robert, te kunnen uitleggen. Thuis op het aardse front, dan zie ik jou erg... Nou is het wel, voel ik me wel wat meer thuis. Omdat ik het ook kan delen onder andere met anderen. Net als wat ik hier doe. Dat ik het gevoel heb dat ik het ook tot een product kan brengen naar anderen. Maar ik heb ook periodes gehad dat ik, ondanks alle begrip van mijn ouders... want die hebben echt hun best gedaan. En dat doen ze nog steeds heel erg. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Dat ze dat zo accepteren dat dat er is. Maar dan is het nog diep in, ja, heel moeilijk om nou echt duidelijk te maken... wat je voelt en wat je ziet. Want je wilt het van de daken schreeuwen. Je wilt dat iedereen weet wat je ziet en wat je voelt. En, terwijl als je dat doet, dat mensen dan tegen je zeggen... joh, doe normaal, je bent gek of zo, hè? Ja, misschien tegen leeftijdsgenoten. Dat ze dan inderdaad zoiets hebben van ja, je bent een beetje te serieus voor je leeftijd of zo. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk als je dingen ziet en je denkt, ja, ik moet er iets doen. Ik kan me dat wel voorstellen, dat je dan in een enorme crisissituatie terechtkomt. Nou, u begrijpt nou wat er allemaal verteld is, dat er ongelooflijk veel vragen zijn. En daarin kun je ook merken dat het paranormaal lang niet meer zo vreemd is als een aantal jaren terug. Jij wou iets zeggen over Robert. Ja, klopt. En de reactie eigenlijk van, wat is nou de reactie van de buitenwereld? Ik ken Robert 2 weken. Ik heb hem 2 keer aan de telefoon gehad. En ik vertelde hem van, ja, wat kun je nou zien bij mij? Ik heb last van mijn heupen. Wat zijn nou
waar heb ik last van? En toen zei hij, van, dan moet ik me even concentreren. En toen zei hij, ik heb het idee dat jij onbewust aan de zijkant van jouw voeten staat. Dus je zakt door je voeten heen. En daardoor is er een grote belasting op je heupen. Ik ben afgelopen week naar de dokter gegaan. Ik heb een verwijzing gekregen naar fysiotherapeut. En ze gaan aan mijn voeten werken. Want ik sta dus inderdaad niet goed op mijn voeten. Waardoor er iets met mijn heup aan de hand is. En dat zag hij door de telefoon? Ja. En ja, waarom ik dit nu vertel is om... Ja, zou het misschien mogelijk zijn dat deze mensen in combinatie met een arts of met een ziekenhuis of wat dan ook kunnen gaan samenwerken. Dat zij al van tevoren dingen kunnen aangeven. Zodat de therapeut of wat dan ook eraan kunnen gaan werken. Maar ja, ik denk, er is geen dokter in de zaal voor zover ik weet. En ik denk, als ik het een beetje inschat, dat artsen dan iets hebben. Ja, zeg, met die flauwekul gaan wij ons niet inlaten. Want zo is de sfeer nog erg, hè? Ja. Nou, ik vertelde het dus tegen de arts. Van, nou, ik wist dit al. Want ik heb vorige week telefonisch contact gehad met die jongen die veel ziet. En dan schieten ze gelijk terug in een houding van, ja, ik ben arts en tot ziens. En dan is het klaar. En dan denk ik, dat is zo jammer. Want je kunt zoveel aan elkaar hebben als je samenwerkt. Ja.